Waar het kabinet ons mee kan helpen, dat zijn eigenlijk drie punten. Dat is veiligheid, een veilige omgeving voor consumenten. Dus ook actief optreden tegen cybercriminaliteit. Duurzaamheid, ook regelgeving die voor ons allemaal te begrijpen is en toepasbaar is. Level playing field voor Europese en niet-Europese partijen. En als laatste, als je het hebt over regeldruk, vind ik ook een belangrijk punt. Dat ook in verhouding staat tot de spelers in de e-commerce markt. Dat ook MKB'ers bijvoorbeeld begrijpelijke regels hebben die ze kunnen toepassen. Ja, we lopen tegen heel veel regelgeving aan. Dus dat is soms ook wel een beetje de weerwar. Soms zou ik wel eens willen dat er wat minder, dat er wat minder regelgeving was. Ondernemers moeten kunnen blijven ondernemen. Dat betekent ruimte voor innovatie, minder regels en minder regeldruk. En ook ondersteuning en subsidies om uiteindelijk te transformeren naar duurzamere businessmodellen. De overheid legt ons regels op en probeert te dwingen. Terwijl je eigenlijk wil je die regels voor zijn. Je wil het eigenlijk beter doen dan wat de overheid van je verwacht. Want als de overheid het van je verwacht, dan moet je het doen. En dat is eigenlijk niet de incentive die je wilt hebben.